Charles M. Oyarty, de resident representative voor het IMF in Suriname, en president Santokki hebben tijdens een beleefdheidsbezoek gesproken over het traject van het IMF-programma in Suriname en de huidige uitdagingen. Het staatshoofd legde nadruk op het verder versterken van de samenwerking met het IMF middels goede communicatie en overleg. Daarbij rekening houdend met de maatregelen die getroffen worden om de samenleving te beschermen tegen de effecten als gevolg van het afbouwen van subsidies. En president Santokki heeft namens de Surinaamse bevolking zijn sympathiebetuiging geboden aan de Turkse president Recep Erdogan in verband met de verwoestende impact veroorzaakt door de enorme aardbeving van 6 februari. Deze ramp heeft diepgaande gevolgen voor de Turkse samenleving en het dodental blijft dagelijks nog oplopen. Regionale veiligheid is vandaag de dag meer dan fysieke veiligheid en bescherming. Cybersecurity is nu ook deel van de multidimensionale veiligheid in de wereld. De Surinaamse regering erkent volgens president Santokki dan ook het belang van cybersecurity. Het staatshoofd sprak donderdag bij de opening van de tweedaagse Suriname Cybersecurity In-Country Sensitization en Training. Deze activiteit is een bewustwordingssessie op het gebied van cybercriminaliteit en heeft als doel om het risico op cybercriminaliteit te verkleinen en mechanismen in te voeren om de cyberbeveiliging te verbeteren.